Dit is de regie, hè Wouter? De regie van de video. Gebeurt hier achter. En dat gaat 24 per dag gaat het door. En dat is allemaal te bekijken op NPO 1 Extra. NPO 3 Extra. NPO 1 Extra. Gisteren was NPO 3 extra. Het is NPO 1 extra. Het is omgewisseld weer. Ja, voor het gemak hebben ze van het op de huis begonnen. Oké, doen we opnieuw. Welkom backstage bij de Top 2000. En dit is het videohok. Jan Willem Pie. Waar kun je het allemaal zien? Nou, je kan het kijken op diverse digitale themakanalen. Zoals daar zijn NPO 1 extra en NPO 3. Top, dankjewel. Later. Ja. Dit is de backstage vlog en Wiesje vroeg zich af waarom ze er niet in zat. Wiesje, je zit er nu in. Kun je uitleggen wat je hier allemaal doet? Eigenlijk kun je alles. Misschien stoppen met lopen, want dat is een beetje ongemakkelijk. Maar we moeten gaan eten van jou, toch? Jou? Ja, laat even zien waar het eten is. Oh, nou, kom. Dit moet je dan wel. Kijk, maar dit is heel leuk, want dit kunnen we dan heel versneld afspelen inderdaad. Want dat duurt ook allemaal. Martijn Nijhuis, of mag ik dat niet zeggen? Nee. Altijd met die Martijn Nijhuis kappen met die vlog. Dat is echt uit. Die vlog, daar kijkt niemand meer naar. Dit is de crew catering. Maar het eten staat hier en nou super lekker. En dan ook nog als toetje. Jij regelt het eten hier, hè? Nee, zeker niet. Dat is niet helemaal goed gegaan. Jij zei dat je aan de lijn was. Ja. Ik hou er even rekening mee. Misschien moet je even meedoen, schat. Oh, die knip je er zo uit. Hi. We gaan zo Bruno Mars draaien. Ja. En Ruudje roept ieder half uur dat ik jarig ben. Dus die heeft net gezegd dat ik ging trakteren. Ben je ook jarig? Niet toch? Ik ben iedere dag jarig. Want het is iedere dag een feestje. Maar ik hoef je niet te zoenen, toch? Nee, niet dat ik het erg vind te zoenen. Ik bedoel, ik ben wel jarig. Nee, ongemakkelijk. Ik bedoel, ik ben wel jarig. Je moet erop. Nee, dat is toch niet zo ver. Dit is dus achter het Top 2000 café. Als je omhoog kijkt, dan zie je dat helemaal tot daarboven is het café. Maar wat vooral heel leuk is om te zien, is dat het café is gebouwd op allemaal palen. En dat kun je hier heel mooi zien. En dan zie je, dat is iets van 8 verdiepingen. Daarboven opgebouwd is het Top 2000 café, want dat is normaal gesproken één groot gat, net zoals dit hier. Nou ja, dat moet je maar niet te veel realiseren als je hier staat te dansen. Ik hoorde vanmiddag Ruud jump draaien en dan gaat iedereen springen. En dan sta je dus te springen op een stukje hout, wat ongeveer 8-9 verdiepingen omhoog gebouwd is. Lekker gevoel, toch? Het ging best goed. NPO Radio 2.